begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij, niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Ben ik weer. Kan ik beter zeggen. Ik heb je gemist. Hoe voel je je? Gaat wel. Het lijkt allemaal erger dan het is. Het komt wel weer goed. Ik weet niet of het allemaal weer goed komt. Tussen ons bedoel ik. Ik weet dat het niet het goede moment is, maar ja, dat is het nooit. En ik moet het zeggen. Ik weet dat ik de laatste tijd onmogelijk geweest ben. Maar we kunnen het toch nog wel. Opnieuw proberen? Wou je dat zeggen? En elkaar weer opnieuw voor de gek houden? Het is toch een hele tijd goed gegaan? Ja, het is goed gegaan. Dat je met iemand in één bed slaapt, wil nog niet zeggen dat je een goede verhouding hebt. Wat wil je dan? Iemand die zich voor mij interesseert. Dat doe ik toch? Toen ik erachter kwam dat Marieke mijn zusje was, kon je dat helemaal niks schelen. Je liet me gewoon barsten. Nou ja, we hebben gewoon langs elkaar heen geleefd. Ik dacht toch dat er ook een heleboel andere momenten geweest zijn. In het begin, ja. Maar sinds we zijn gaan samenwonen, het leek wel alsof we dachten dat we alles bereikt hadden en niks meer hoefden te bewijzen. Er waren een hoop mooie momenten. Ja. Maar het waren mooie momenten en ik heb het over iets duurzaams. Dus nu is het ineens voorbij. Het was al voorbij. En jij wist het ook al, allang. Ben je moe? Zie ik je nog? Ja, tuurlijk. Ik laat je niet aan je lot over. Je bent echt niet de enige die de dupe is geworden van zo'n figuur. Laatst was er hier een vrouw... Wat is dit allemaal voor onzin? Wat is hier in godsnaam aan de hand? Een misverstand. De zaak is al opgelost. Het spijt me dat u voor niets bent gekomen. Oh, een misverstand. Nou, dat mag u maar wel eens uitleggen. Bouke is weer bezig geweest. Het hele verhaal dat er foto's gemaakt worden van kinderen komt van hem. Hè? Ik had het kunnen weten. Maar u trouwens ook. Hè? Ik heb u opgebeld. Ik heb u het hele verhaal van Marieke uitgelegd. U heeft volkomen gelijk. Nogmaals, sorry voor overlast. Maar je kunt met dit soort beschuldigingen niet voorzichtig genoeg zijn. Dat snap ik ook wel, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat u de kind... Mijn collega's hebben Marieke alleen maar meegenomen... omdat ze dachten dat het ook zo'n minderjarig model was. Ze wilde er in bescherming nemen. Oh ja? Nou, bedankt die collega's dan maar. En zeg ze maar dat die enge kinderlokker van het modellenbureau... Poel des Verderfs weer heeft meegenomen. Nou, geef mee. Dag, Marieke. Sorry dat het allemaal zo gelopen is, hoor. Maar je moet me zo denken, we hadden het beste met je voor. Ja, natuurlijk. U kunt er ook niks aan doen. Gedoe allemaal, klop. Zal ik je thuis afzetten? Wat moet ik daar doen? Ik ga met je mee naar kantoor. Die rottige mailing is nog lang niet af. Zo mag ik het horen. Eindelijk iemand die plezier heeft in zijn werk. Hier. Als je wilt roeren, moet je maar een schroefverdraaier gebruiken. Ik kan geen lepeltjes vinden. Lepeltjes? Ik schrijf het meteen op. En lucifers.
En gloeilampen. Ja. Waar wou je die spiegels hebben? Nou, eentje natuurlijk in de paskamer. En die andere daar in die hoek. Wat vind jij? Ja. Hallo. Hallo. Wil je ook koffie? Nee, dank je. Oh, wat goed, de spiegel is er. Ik zal meteen ophangen. Waar is de schroevendraaier? Die is hier. Voorverwarmd. Ik denk dat je toch eerst een gat moet boren. Nou, dat doe ik toch? Een boor is wel wat handiger, denk ik. Ja, tuurlijk. Stom. Waar is die? Bij jou thuis, vrees ik. Je zou hem toch meenemen, weet je nog? Oh ja. Helemaal vergeten. Nou. Hoe is het met Simon? Goed, hij is bijgekomen. Echt waar? Godzijdank. Hoor je dat, Fatima? Ja. Wat zul jij opgelucht zijn. Ja, ben ik ook. Maar je maakt anders helemaal niet de indruk. Is er wat? Nee, er is niks. Alleen... Alleen wat? Het gaat niet goed met Simon. Jawel, maar... Het was zo... Het heeft allemaal zo lang geduurd en ik was bang dat ik hem voorgoed kwijt zou raken. Klaar. Ik zou toch durven zweren dat ik hem hier had opgeborgen. En Marieke? Ja? Die brief van Huurdeman, weet je wel? Heb jij die ergens gezien? Nee. Ja, ik zag hem net nog, maar... Ja, doe je deze? Ja, hoe kom jij er nou aan? Hij lag hier gewoon tussen. Je moet dit soort brieven niet laten rondslingeren. Ik perk ze niet voor niks op. Ja, hallo. Hoor je wat ik zei? Hallo? Wat? Ik zei dat je die brief... Jezus Christus, wat een herrie. Ik begrijp er niks van. Waar niet van? Janine zal hem toch niet meegenomen hebben? Waar heb je het over? Over die adressenlijst. Voor die mailing waarmee ik bezig ben. Hij lag hier op deze stapel. Ik weet het zeker. En nou ligt hij hier... Bovenop de betalingslijsten van vorig jaar oktober. Kom er niet nou hier? Die heb ik daar niet neergelegd, echt niet. Weet je het zeker? Ja, echt. Raar. Er zal toch niet iemand in onze spullen hebben zitten rondneuzen? Hey, ik weet het, de politie. Ze zochten toch bewijsmateriaal voor die foto's? Ja, zonder onze toestemming? Nee, dat lijkt me sterk. Janine heeft ook niet gedaan, die is veel te netjes daarvoor. Suzanne? Hé, hey, we missen toch niks, hè? Nee, niet dat ik weet. Hoezo? Goedemiddag. We zijn klaar, hoor. Oh, nou, fijn voor u. Ik denk alleen dat u bij de buren moet zijn. Ja, voor de klachten zeker. U mag wel een loopplank uitleggen. Wat bent u er eigenlijk mee van plan, als ik vragen mag? Hoeveel ben ik van plan? Ik ben helemaal niks van plan. Waar hebt u het over? Over dat zand. 10 kuub hier voor de deur, dat klopt, toch? Hè? Die meubelvinger tippen. Hé, wat ben jij vroeg? Ik dacht dat het zo druk was op kantoor. Nem, kom niet van kantoor. Ik was bij Simon. Oh, hoe was het met hem? Heb je de dokter nog gesproken? Nee. Dokter niet. Simon wel. Simon? Is hij bijgekomen? Hey. Het is zo erg. Oh. Wacht even hoor. Ja. Ja. Ga maar even lekker hier liggen. Even met Janine praten. Ben je een mooie wagen? Zo. Hé, hey, maar... Ik begrijp het niet. Het is toch fantastisch dat hij is bijgekomen? Of... Is er iets aan de hand? Is er iets ergs gebeurd? Het is afgelopen. Wat? We zijn definitief uit elkaar. We hebben gepraat over onze verhouding, over dat we niet goed bij elkaar passen. Dat het geen zin heeft om door te gaan.
vind het zo erg. Hé, hey, maar ik begrijp het niet. Hij komt bij en meteen nemen jullie zo'n beslissing. Wat had ik dan moeten doen? Ja, wachten bijvoorbeeld. Dan had ik hem toch alleen maar valse hoop gegeven. Nee, dat wilde ik niet. Hij heeft het zo al zwaar genoeg. Ja, maar jij dan? Jij hebt ook geen makkelijke tijd achter de rug. Zulke beslissingen kan je toch niet nemen als je zo in de war bent? Besef je wel wat er gebeurd is? Het is voorbij. Voorgoed. Ik denk toch zeker niet dat ik voor die rotzooi ga betalen? Hoeft ook niet. U had al betaald. Maar als u even wilt tekenen voor ontvangst... Ziet u wel, het staat er echt hoor. Modellenbureau Fles. Nou, dat bent u toch? Ja, nee, zo heet ons bedrijf. Maar wij hebben die rotzooi absoluut niet besteld hoor. Een collega misschien van u? Nee. Weet u, er is een of andere idioot die haalt de laatste tijd dit soort vervelende grappen met ons uit. Dit is niet de eerste keer. Oh, nou, ik moet weg. Als je nou even tekent. Nee, ik pik je er niet over. Neem je handel maar weer mee. Dus we hebben hier een beetje van niks te lossen. Nou, dat zal mijn baas leuk vinden. En wie schept het er weer in? Ja, nou, ik in elk geval niet. Nee, hoor, doe niet zo rot. Hé, weet je wat je doet? Jij neemt gewoon een borrel en je neemt die handel even mee, hè? Nou, mooie boel. Nou ja, prettige dag verder dan maar. Ja. Gosje, meiden zeg, het is toch niet te geloven. Hoe krijg je dit voor elkaar? Wie? Ja, wie Bouke natuurlijk, wie anders? Hoe kan het nou? Hij zit toch in de gevangenis? Ja, maar kennelijk heeft hij van tevoren het een en ander voor ons besteld. Wie weet wat ons nog meer te wachten staat. Ha. 10 kuub zand hier voor de deur. Maar als hij nog één keer zo'n geintje flikt, dan ga ik hem eigenhandig inmetselen. In zijn cel. Nee, dat weet ik niet. Hij heeft er zelfs nooit werk van gemaakt. Ja, dat is goed. Morgen. Oké, prima. Dag. Nou, er begint eindelijk schot in te komen. Ik heb morgen een definitieve afspraak over die schadeclaim bij Swift Air. Oh, gefeliciteerd. Nou, fijn dat je zo meeleeft. Ben je trouwens vroeg? Je had toch college? Ja, ik ben in de pauze weggegaan. Ik had er geen zin meer in. Was niet leuk. Ging het college weer over harttransplantaties of zo? Nee, gelukkig niet. Dat had er dan ook nog eens bij moeten komen. Het ging gewoon niet meer. Ik heb ook geen eens aantekeningen gemaakt. Had je weer die saaie professor? Die Koolthof. Koolthof. Nee hoor, het was een heel interessant college. Ik weet het ook niet. Ik word af en toe kotziek van die studie. Dan te bedenken dat ik nog geen eens op de helft ben. Hé, hey Roos, je moet niet vergeten dat je de zware tijd al achter de rug hebt, hè? Achter de rug? Ik zit er middenin. Ik heb ook het idee of zoiets nooit meer overgaat. Oh, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon even een paar weken rustig aan doen. Ik weet niet. Ik word al gek van het idee dat ik dan daarna weer verder moet. Eerlijk gezegd... denk ik dat ik ermee opgehouden. Hier zijn de notulen. Oh, dat heb je snel gedaan. Zoveel haast was er niet bij. Nee, ik weet het. Maar ik wil het eerder weg. Ik heb een afspraak. Toch niet met Jeff, hè? Want ik wil nog een paar dingen met hem bespreken. Niet met Jeff. Zal ik zie je morgen, hè? Sylvia, ik vind Jeff nogal afwezig de laatste tijd. Ik heb de indruk dat het hem nogal dwars zit dat jullie huwelijk niet doorgaat. Ja, ik weet het. Het zit mij ook behoorlijk dwars. Misschien nog wel meer dan hem. Ja, ik mag me er niet mee bemoeien natuurlijk, maar is er geen oplossing te bedenken? Ik bedoel, moment. Robert Albert? Robert, met Stefanie. Hé, hey, hallo. Heb je 1 seconde? Ja. Robert, ik moet echt gaan. We hebben het er nog wel over, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Hier ben ik weer, zeg het maar. Luister, ik heb nog eens zitten nadenken na ons etentje. En ik wil je een voorstel doen. Een heel aantrekkelijk voorstel. Een aantrekkelijk voorstel? Nou, daar ben ik altijd wel in geïnteresseerd. Dat dacht ik ook, ja. Kunnen we iets afspreken eind van de middag? Is dat je voorstel? Laten we zeggen dat het een begin is. De rest hoor je straks wel, als je tenminste komt. Je maakt me nieuwsgierig. Kun je niet alvast iets vertellen? Kom straks maar naar de rozenboom. Dat praat het makkelijker, denk je niet? Vooruit dan maar, omdat jij het bent. Een betere reden had je niet kunnen bedenken. Dag Robert. Dag Stefanie. Ik zou best een mooi pakje van kunnen naaien. Wat vind jij? 12, 9, 6, 6. Wat moet er nou voor die paskamers hangen? Een afgekeurde jurk zeker of zo? Goed, jij je zin. Ik ga vanavond wel gordijnen stikken. Heb je de sluiter nog gebeld? Shit.
slijter, ben ik helemaal vergeten. Ik ga meteen bellen. Zo, dames. Jullie hebben flink ingeslagen. Ja, Fatima, het nummer van de slijter zit in mijn portemonnee. Mijn portemonnee zit in mijn tas, maar waar is mijn tas nou weer? In de keuken misschien. Ik weet ook niet meer waar mijn hoofd staat, hoor. Dat kan ik me voorstellen. Het is maar goed dat het weer wat beter gaat met Simon. Ja, bedankt nog, hè. Je komt toch al naar de opening? Ik denk het niet. Ik moet een lezing geven. Oh, wat jammer. Ik had je eigenlijk willen vragen of je vanavond... Linda Dekker? Zijn ze klaar? Perfect, dan kom ze meteen halen. Ja. Dag. Fatima? Ja? Dat was de drukker. De stickers voor die tassen zijn klaar. Ik ga ze halen en dan loop ik meteen even langs de slijter. Ik heb trouwens mijn tas gevonden. Mooi. Tot zo. Sorry, moet ik zoveel regelen? Ik had steeds het gevoel dat je me zat te observeren. Alsof ik op proef was of zoiets. Ja, dat was natuurlijk ook een beetje zo. Had ik in het begin ook. Ja, maar bij mij ging het niet over. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Toen je ook nog eens een keer over die vriendin begon. Ja, sorry. Dat had ik niet moeten doen, maar... Laat maar. Ik wil ook helemaal geen verwijten maken. Het lag net zo goed aan mij. U zit hier natuurlijk ook niet om in het verleden te vroeten. Weet je, Lex, ik heb er lang over nagedacht en ik heb besloten dat ik je toch wil vragen. Misschien vind je het wel vreemd, maar dat risico neem ik dan maar. Ja, je weet zo langzaam toch wel dat ik niet zo snel iets vreemd vind. Zeker niet als jij het me vraagt. Goed. Het gaat om Floris. Je moet weten dat Jef en ik weer bij elkaar zijn. Het gaat heel goed tussen ons. Zelfs zo goed dat we willen trouwen. Kijk eens aan. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, dat is een probleem. Floris die ziet het dus helemaal niet zitten. Hij kon altijd heel goed opschieten met Jef, maar hij begint nu al te stijgen als ik zijn naam noem. Hij heeft natuurlijk altijd gehoopt dat het weer goed zou komen tussen jou en mij. Ik heb hem geprobeerd hem uit te leggen dat dat er niet in zit. Tenminste, niet op de manier die hij wil. Maar hij weigert het van mij te accepteren. Dus is mijn vraag aan jou... Je wilt dat ik met Floris ga praten? Ja. Lex, kan jij hem alsjeblieft uitleggen dat jij er net zo over denkt als ik? Dat het nooit meer zo wordt als vroeger? Oh, mag ik nog 2 whisky met ijs? Wat zou jij ervan vinden om weer voor ons te gaan werken? Voor jullie? Ik ben net voor mezelf begonnen. Hoe kom je op het idee? Ah, daarom juist. Ik weet wat je waard bent. Dat weet je zelf ook. Volgens mij ben jij er geknipt voor om ons kantoor hier te gaan runnen. Nou ja, zeg. En mijn eigen bedrijf dan? Nou, dat loopt toch prima? Ik denk dat Jeff het inmiddels heel goed zelf af kan. Als je voor ons gaat werken, dan heb je het rijk alleen. Je zet de hele zaak opnieuw op, je trekt nieuwe mensen aan. En moet voortdurend overleg plegen met onze man in New York, Nico Napoleon Stenders. Nee, laat me nou dankjewel. Eerst even uitpraten voordat je definitief nee zegt. Nou, bespaar je de moeite. Luister nou. In de eerste plaats, als je voor ons werkt, dan werk je voornamelijk met Stenders Londen. Dat ben ik. Ten tweede, betaalt het goed. Heel goed. Hoe goed? Nou, je vertelde me vorige keer wat je denkt te maken met Alberts en Alberts. Laten we zeggen dat daar zo'n 100% bovenop komt. Plus een aandeel in de zaak. We zouden er echt iets fantastisch van kunnen maken samen. Niet wat ik zag, 10 kuub zand bij ons voor de deur. En het gekke is, Marieke en ik zaten ons net af te vragen of er iemand in onze spullen had zitten rondneuzen. Jij bent vanmorgen toch niet toevallig op kantoor geweest, hè? Nee. Waren de spullen weg? Nee, er zijn geen spullen weg. Er lagen alleen brieven niet op hun plaats. Wat gek. Ja, het wordt nog gekker. Er is iemand bij me thuis geweest. Ik mis een schilderij. Schilderij? Marjane. Een zelfportret. Denk jij dat Bouke erachter zit? Was maar waar. Dan wist ik tenminste waar ik moest zoeken. Hij kan het niet geweest zijn. Gisteren hing dat schilderij er nog en toen zat Bouke al vast. Het moet iemand anders geweest zijn. Maar wie in godsnaam? Wie wil mij zo kwetsen?
Hallo. Hoi. Je bent laat. Je ruikt met drank. Heb je met Jeff in de kroeg gezeten? Niet met Jeff, maar wel in de kroeg. Met wie dan? Met een zakenrelatie, Stephanie Stenders. Eten Annie en Roos niet mee? Noem je dat een zakenrelatie? Ja, wat moet ik dan zeggen? Een ex-maîtresse? Nee, het was een zakelijke bespreking. Weet je trouwens wat ze zei? Nou? Ze vroeg me of ik de leiding wou nemen van het nieuwe kantoor van Stenders hier. Nou ja, hoe komt ze daar nou bij? Nou, zo gek is dat niet. Wees blij dat ik nog zo goed in de markt lig. Bij Stenders zitten ze kennelijk te springen om jonge, energieke, dynamische ondernemers als ik. Ach, ze willen je wegkopen, bedoel je? En hoe moet het dan met Alberts en Alberts? Je kan Jef toch niet zomaar in de steek laten? Je stort de hele zaak in elkaar. En dan schoppen ze jou er daar weer uit en dan hebben ze precies wat ze willen. Ho, 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 ho. Wie zegt dat ik Jef in de steek laat? Je denkt toch niet dat ik op dat voorstel inga? Ik zou je echt buitengewoon verachten als je je weer door dat mens liet inpomen. Kijk, hier zetten we dan de kledingrekken en dan komen er achter de paskamers. Is dit Fatima? Ja, toen waren we aan het opruimen. Wat een zooitje, hè? Wat vind je van deze kunstfoto? Die heeft Fatima gemaakt. Zo. Dat is mooi. Oh ja, ik zie het al. Die heeft ze buiten door de etalage eruit heen genomen. Ja, leuk. Dat deed ik vroeger ook nog wel eens. Goh, ik wist helemaal niet dat jij een camera had. Nou, die heb ik ook niet. Ik heb die van jou even geleend. Ah, dat is raar. Heeft hij het overleefd? Ja, dat valt allemaal wel mee. Ik heb hem zelfs voor je meegenomen. Ik dacht, misschien vind je het wel leuk om hier een paar fotootjes te maken. Oh, dat is goed zeg. Wauw. Mag ik even? Ja. Fantastisch. Erg goed van jou, zeg. Om daar aan te denken. Jeetje, het is lang geleden dat ik gefotografeerd heb. Portugal voor het laatst, geloof ik. Toen was ik daar nog met Janine. Je hebt helemaal niet verteld hoe het was met Janine vanmorgen. Wat zou ik zeggen? Het is uit. Echt uit. Nou, dat meen je niet. Ik ben bang van wel. Ik dacht dat het nog wel goed zou komen tussen jullie. Ja, dat dacht ik ook. Maar het gaat niet meer. Het is het beste zo. Moet ik weg? Ja. Mag ik heel even? Nou, even lachen. Perfect. Wat zei hij toen? Niet veel. Dus het is nou echt uit tussen jullie. Ja. Ik moet wel even wennen. Het zat er Hallo. Natuurlijk in, ik weet het, maar... Hoi. Zo, kom eens even controleren of jullie wel hard genoeg werken. Ja. Volgens mij begin jij het thuis gewoon te vervelen. Oké, ik geef het toe. Ik mis jullie best wel heel erg. Maar ik voel me ook schuldig, want jullie hebben het zo druk. Oh, nou, het valt wel mee, hoor. Aan de posten zien helemaal niet. Zo, hier. De kalender van Interspot. Dit jaar mag jij hem op je wc hangen. Nou.